De staat Suriname is langer dan 10 jaar benadeeld voor ongeveer 112 miljoen US dollars door Staatsolie NV. Uit verschillende documenten en verslagen is deze conclusie getrokken door de aangestelde Energiecommissie. Het lid Robert Amarali maakte dit vandaag kenbaar aan de STVS nieuwsredactie. De gelden zijn volgens hem achtergehouden door Staatsolie. Hij legde nader uit hoe de Energiecommissie achter deze informatie is gekomen. Er worden oneigenlijke transportkosten in rekening gebracht via een pijpleiding van 200 meter, waarbij Staatsolie, de Surinaamse burgerij, $5,05 per barrel in rekening brengt. En dat vertaalt zich naar $0,50, maar 40 is 20 cent. We hebben aangetoond in het rapport dat de Staatsoliemaatschappij en de SPCS, Power Company van Staatsolie, de regering van Suriname rond de $112 miljoen te veel in rekening heeft gebracht. We hebben daarin genoteerd dat er vermoedelijk 420.000 barrels te veel in rekening zijn gebracht aan olie die nooit is gebruikt. In het ochtendprogramma Mantintoki is directeur Eddie Frenkel van Staatsolie Power Company, SPCS, breedvoerig ingegaan op de beschuldiging van de Energiecommissie. Ik creëer een beeld voor Staatsolie. Tak Staatsolie is furu. Ja. Is furu. Maar u begreep, Staatsolie is een verantwoordelijk maatschappelijk, kent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, ja. Toch, we hebben er totaal geen belang bij om de samenleving te benadelen. Ja, en dat doen we ook niet. Dus alle geluiden zijn eigenlijk kwalijk te noemen. De regering had bepaald dat de energietarieven per 1 maart 2024 marktconform gemaakt zouden worden. Door de verschillende presentaties en gesprekken die worden gevoerd met betrokken actoren, is dit besluit nog niet uitgevoerd. De Energiecommissie heeft ook een berekening gemaakt van de tarieven volgens hun eigen rekenmodel. De commissie is van mening dat de door de regering aangekondigde tarieven niet correct zijn berekend. Wij hebben een onderzoek gepleegd in 2021. Toen hebben we een koers gehanteerd van 30. We denken dat ondertussen de koers 36 is. Dus we hebben gezegd, regering, terwijl we praten, pas die 36 koers toe. En laten we verder gaan. En laat iedereen zijn data op tafel leggen. De eerste bron van het tarief is de brandstof. En over de brandstof zijn we van mening dat Staatsolie de Surinaamse bevolking onnodig te veel premium, opslag en transportkosten in rekening gaat. We zijn nog niet op het niveau dat we vinden dat ze een andere prijs moeten maken. Maar ik denk dat wij voldoende hebben aangetoond dat er vanuit Staatsolie effectief, wanneer ze al de aanbevelingen van de commissie uitvoeren, dat er eigenlijk een 70 tot 74 SRI cent tariefreductie kan komen. De nieuwe prijs zou niet ver boven de 3 SRD moeten zijn. En dat zou marktconform moeten zijn. Directeur Frenkel heeft het berekenmodel van de commissie ook onder ogen gehad tijdens de presentatie. En volgens hem is het gepresenteerd model onjuist. Ik denk dat het belangrijk in deze is om vast te stellen dat men de accenten verkeerd legt. Oké. Ja? Oké, ik zal het met een getallenvoorbeeld aangeven. Ja. We moeten vooropstellen, de Energieautoriteit Suriname heeft aangegeven dat de gemiddelde kostprijs van elektriciteit in Suriname ongeveer 12 US dollar cent per kilowattuur is. Ja. Ja, de kosten. Ja. Nu ontvangt EBS minder dan 4 US dollar cent per kilowattuur. Ja, als de klant gaat betalen. Als de klant betaalt, nu, ja, op dit moment. Ja. Ja? Die zogeheten inefficiënties waar men het over heeft, ja. Ja, die zijn, zoals ik aangegeven heb, sinds 1 januari 2023 is daar geen sprake meer van. Maar als je die zou meenemen, ja. Ja, dan zou dat een effect hebben van 0,3 cent
per kilowattuur. Ja. Ja, dus je moet goed begrijpen. Ja. EBS, het kost 12 cent. Ja. EBS 4 cent. Krijgt 4 cent. Dus het tekort is 8 cent. Ja. Als je die zogeheten inefficiënties zou wegwerken, dan zou je maar 0,3 cent, ja, zeg maar, mindere kosten hebben. Ja. Ja? Wat dus nu reeds is doorgevoerd. Ja.